Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag dinsdag. Een dag waar we best wel lang naar uitkeken. Want we hebben eigenlijk vandaag een kijkmoment in ons huis. Ja, en daar kijken we natuurlijk heel erg lang naar uit. Want we mogen maar echt om de anderhalf maand of zo kijken. Helaas verpest corona echt heel veel voor ons. Want we hebben dus een mail gekregen dat er maar één koper mee mag. Dus alleen ik of Nessim. En drie leveranciers. Maar we hebben bij deze afspraak maar één leverancier die mee gaat komen. Wij dachten, dan kunnen wij gewoon met z'n tweeën mee. Want in totaal zijn we nog minder, zeg maar, dan het aantal dat toegestaan is. Dus we hebben ze gebeld om te vragen of wij dus gewoon met z'n tweeën mogen. Plus één leverancier. Maar dat mocht niet. Die is echt heel erg moeilijk over. En blijkbaar hebben meerdere kopers dat aangegeven. En nu hebben we een soort van dreigmail gekregen. Dat als we dus toch met twee kopers komen, dat ze dus alles gaan afsluiten daar. Dus ja, dat is een beetje rot. En nu hebben we ervoor gekozen dat Nessim er gewoon heen gaat. En dat we gewoon gaan facetimen. Dat ik alles wel een beetje meekrijg. En ja, zodoende. Dat is wat we gaan doen nu. We hebben vandaag weer heerlijk ontbeten samen. Ik vind het echt een van de leukste momenten sinds corona. Zeg maar het samen ontbijten. Want dat deden Nessim en ik echt heel weinig. En nu doen we dat gewoon steeds vaker. En ik begin er steeds meer van te genieten. Want ik was echt geen ontbijter. Maar als Nessim dan thuis is, dan wil ik echt heel graag gewoon lekker uitgebreid ontbijten. En mijn bloemen zijn nog steeds zo mooi. I love it. Ik ben dus nu bezig met even notities te maken voor Nessim voor straks. Want de leverancier van de keuken komt vandaag. Ik ga waarschijnlijk gewoon mee in de auto. En dan ga ik gewoon facetimen met hem. Wat ik echt heel erg belangrijk vind dat hij niet vergeet om te melden. Is hoe de hoogte van de werkblad moet zijn. En de kasten. De hoogte vind ik echt heel erg belangrijk. Want ik ben natuurlijk heel erg klein. En ik moet er echt goed bij kunnen. Want anders gaat het gewoon echt niet worden. Want ik ken echt mensen die best wel klein zijn. Echt gewoon heel hoge kasten of een werkblad hebben. Die echt gewoon niet fijn kunnen koken en zo. En dat wil ik absoluut niet. Want de keuken wordt gewoon echt mijn plek. En we moeten nog de ramen en zo opmeten. Dus dit moeten we ook even niet vergeten. En voor de rest is eigenlijk alles wel oké. Gezellig boel. Moet het zo dichtbij, ja, zeg maar. Ja, het moet echt. Eet. ASMR, net zoals Dina. Guys, daar zijn we dan. In de auto, onderweg naar een kijkmoment waar ik niet bij mag zijn. Nee, maar we hebben even een plan. Ik blijf in de auto. Nessim gaat erheen met de leverancier. En wij gaan gewoon facetimen. Ik heb alles genoteerd wat Nessim nodig heeft in het notitieblok. En voor de rest eigenlijk allemaal oké, want ik heb alles al gezien, hè? Ja. Het is vandaag echt de keuken en even het raam even opmeten. That's it. Dus dat komt wel goed. Maak me er niet druk om. Ik ga me er ook niet meer om stressen. Want dat heb ik echt al heel lang gedaan elke keer. Nee, maar de eerste kijkmoment had ik echt zoveel stress. Want ik kwam daar aan. Ik zag allemaal dingen die helemaal niet goed waren gebouwd. En weet ik veel wat. En ik kreeg stress. Ik kreeg een blackout. En ik wou het hele huis niet meer zien. Ik werd chagrijnig. Ik woon nu weer met Nessim praten. Dus dat ga ik mezelf niet meer aandoen. Wel gezellig, hè, hier in Groningen. Nee, ik ben er nu eigenlijk heel chill onder. Ik heb echt geleerd van mijn eerste kijkmoment. Want ik ga mezelf niet elke keer zo erg teleurstellen. En mijn eigen moed verpesten voor dingen die oplosbaar zijn. Guys, daar ben ik dan. Alleen in de auto. Wachten op mijn man. Wat echt stom is, want ik wil eigenlijk vandaag echt voor jullie filmen. Hoe het er van binnen uitzag. Zodat jullie een beetje een idee ervan kunnen krijgen. Maar dat is dus niet mogelijk. En ja, om bij het laatste kijkmoment nog te filmen voor jullie vind ik al een beetje te laat. Want dan begin ik eigenlijk al met mijn verhuisserie. Wow. We hebben het kijkmoment gehad. En we zijn nu bij de Jumbo. Wat wil je doen dan? Leuk dan. We gaan even gamba's halen. Want Albertijn heeft geen gamba's. Echt iets van. Gamba's. We zijn nu bij de Turkse afdeling. Dat is echt heel handig aan Jumbo. Ik heb hier laatst dus de kaimak gehaald. Oh, kijk dan hier. Kijk, daar heb je nog heel veel van. Mijn plannen zijn gewijzigd. We hadden dus laatst deze mantel gehaald van de Turk. Het zijn gevulde pasta buideltjes met extra vlees. En ik ga deze voor de eerste keer maken. En ik ga dit recept volgen van Turkse kok. Ik heb het volgens mij ook echt nog nooit eerder gemaakt. Wel één keertje heb ik het wel gemaakt. Ik hoef deze stappen dus natuurlijk allemaal niet te volgen, want er is gewoon kant en klaar. Ik hoef alleen maar dit sausje te maken, zo'n rode sausje en een yoghurtsaus. That's it. En ik mag het gewoon gelijk koken in heet water. Kijk, de manten moeten we gewoon koken. Heet water, zout erbij.
Zo, de pasta is bijna klaar. Ik ben ondertussen sausje aan het maken. Nou guys, dit is het eindresultaat. Ziet er niet slecht uit, toch? Ik ben benieuwd of het ook lekker is. Oké, update. De mante was best wel lekker. Kijk, het is niet de real deal. Dat was heel lekker. Vers van de pers. Dat was lekker. Maar het was lekker. En je hoort... Ik vond die sausje ook lekker erop. Dus ik bemoei je er niet mee. Ik heb mante heel lekker. Ik heb echt even issues met Nessie. Want ik wou heel graag gambas en hij wou heel het mante. Dat ik dacht van, weet je, fuck it. Maak ik wel mante voor je. En dan eet ik het wel gewoon met tegenzin. Het is wel echt kinderachtig. Want jij was vroeger dus echt niet zo dat je commentaar had over eten. Of wat je wel en niet wil eten. Je had alles. Jij vraagt elke dag aan mij, wat wil jij eten? En vandaag vroeg ik het niet. Heb je mij niet gehoord? En wat ga je doen? Ik heb geen zin in garnalen. Ja, maar dan kook je toch? Ja, maar ja, nee, precies. Koken doe je ook niet. Nou. Zo, het is alweer veel later. Ik ga even mijn gezicht reinigen. Ik heb de laatste tijd echt zo'n droge huid. Tenminste op mijn voorhoofd. Echt niet normaal. Het is echt zo droog. Het begint te vervellen. En het komt dus echt door het weer. Want ik had het dus in Dubai niet en nu wel. Dus ik ga even lekker mijn skincare routine even doen. Even mijn gezicht goed reinigen. Scrubben. En dan gewoon lekker invetten. En daarna ga ik even lezen een half uurtje. En daarna ga ik naar bed. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik ben echt al zo lang niet naar Amsterdam geweest. Maar ik heb daar een afspraak voor mijn facings. Want ik zit erover na te denken... om mijn facings, ik heb nu van boven alleen facings, composiet, te vervangen voor porselein. Dus daar heb ik een intake voor en daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ik krijg nog steeds echt heel veel vragen van jullie of het of facings mij bevallen. En wat mijn ervaring is met composiet facings, daar zal ik zo even erop ingaan. Zo, ik zet de camera even hier neer, want dan kan ik gewoon rustig rijden. Hoef ik daar niet op te letten. Even kijken, yes. Ik heb 3 jaar terug mijn composiet facings gedaan. Dus alleen van boven bij Apollo Tandheelkunde. Ik ben er heel erg blij mee. Ze zien er nog steeds heel goed uit. Mooi wit. Ik vind niet dat ze zijn verkleurd. Maar ik liet ze af en toe wel polijsten bij de mondhygiënist. Het is echt zwaar nodig bij composiet facings. Ik ben er dus nog steeds eigenlijk blij mee. Maar de reden dat ik ze wil vervangen is omdat ik vind dat composiet facings er een beetje dof gaan uitzien. Ik vind ze nog steeds heel mooi eruit. Ik krijg er nog steeds heel veel compliment over. Maar ik wil dat doffe niet meer. Ik wil liever echt zoals een echte tand heeft. Dat het echt zeg maar zo glimt. Zo glans zeg maar. Dus daarvoor ga ik op consult. Ik heb eerst voor composiet gekozen omdat ik absoluut niet aan mijn eigen tanden wou zitten. Want ik wou ze dus echt niet laten slijpen. En bij porselein doen ze dat wel. Maar waar ik nu naartoe ga is dus ook een methode waarbij het dus niet hoeft. Maar daar vertel ik jullie straks even wat meer over. Want ik weet er eerlijk gezegd ook niet zo heel veel van. Maar dus zodoende. Ik hou jullie op de hoogte. Met 5 minuutjes te laat. Even opschieten, even kijken. Zo, klaar met mijn afspraak. Weer terug naar huis nu. Oké, best wel een leuke afspraak. Maar ik geef jullie alvast de informatie. Ja, ik ga er even over nadenken. Ik denk dat ik uiteindelijk sowieso op porselein overga. Maar goed, het komt erop neer dat zij dus porselein en facing zetten. Waarvoor je je tanden hoeven hierbij dus niet geslepen te worden. En dat vind ik echt een heel chill idee. Want ook mijn composiet bijvoorbeeld. Ik kan er altijd voor kiezen om ze eraf te halen. Het proces zal gaan is dat eerst mijn composiet facings eraf worden gehaald. Ik krijg dan een tijdelijke gebit eigenlijk. Ik krijg tijdelijke facings. Dan gaan we tussendoor elke keer even passen om te kijken wat ik precies wil. En daarna worden ze dus pas gezet. Dus het is een proces van ongeveer een maand of 2. Maar dan krijg je wel echt de perfecte tanden die je echt heel graag wil. In plaats van heel snel. Fijn is bij je porselein dat je tussendoor elke keer kan bepalen of je iets wil veranderen aan de tanden of niet. En bij composiet worden ze gewoon in 1 sessie gezet. Wat ze over mijn tanden hadden gezet, dat ze vonden dat ze echt een beetje allemaal 1 lengte hebben. En dat klopt ook wel, want normaal heb je een beetje verschil tussen de voortanden en de rest van de tanden en de hoektanden. En
zij vonden mijn tanden te klein. Tenminste, mijn lach. En als ik praat zie je ook niet zoveel tanden. Maar ik weet niet of ik dat zelf heel erg storend vind. Maar ja, goed, tussendoor ga ik allemaal even lekker passen. En dan zien hoe het gaat. Maar ik ga er nu trouwens nog even over nadenken. Want ik doe alsof ik het al helemaal ga doen. Maar ik wil er nog even over nadenken. Ik heb heel veel informatie gekregen. En porseleinen feestjes zijn natuurlijk ook helemaal niet goedkoop. Het kost echt wel wat. Dus ja. Ik ben net gestopt. En ik heb eigenlijk officieel mijn ontbijt gescoord. Want ik heb nog niks gehad. Ik heb een tortilla wrap. Met zalm erin. Ik heb echt heel lang geen zalm gehad. Dus daar had ik echt zin in. En deze tortilla is van groente gemaakt. Het is de eentje van No Fairy Tales. Die Albert Heijn ze ook verkopen. Dus ik ben hier heel happy mee. Zoals jullie zien ben ik niet meer heel erg streng op, aan het opletten wat ik eet. Omdat ik gewoon heel graag wil leren om gewoon gevarieerd te eten. En dat gewoon voor altijd. Want ik heb mijn fases. De ene keer heel gezond. En de andere keer weer heel ongezond. Maar ik moet gewoon eigenlijk leren gevarieerd te eten. En ja, that's it. En dat is wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Hoe doe je dit pakken? Heel lekker fresh. Thuis gekomen en Nessie me zou het koeken. Wat ben jij aan het maken? Wat is dit? Vispasta. Oh ja. Ik hoop dat het lekker is geworden. Ik heb geen idee wat ik met kruid heb gedaan. En ik heb gewoon shit erin gedrukt. Oh, je hebt ook al de olijven alvast erbij gedaan. Ja. Oh, er zit ook nog garnalen in. Ja. En ook zalm en tonijn. Oh. Kijk één keer hoe lekker de pasta van Nessie eruit ziet. Lekker hoor, Ness. Ik ga het even een dutje doen. Yeah. Na het eten. Met de Kalira. Oh, de Lulen. Kijk maar naar boven. Oh, mooi. Oh, zo lekker. Kijk, ik heb even bakjes gemaakt. Ik heb hier dus 3 bakjes. En voor mij heel chill. Want dan heeft Nessie dus voor 2 dagen. Tenminste voor vandaag en voor morgen eten. En dan kan ik wat meer experimenteren met eten. En dat is ook veel leuker dan voor jullie te filmen. Want Nessie eet nu echt gewoon heel veel hetzelfde. Letterlijk iedereen slaapt. Mijn katten en Nessie. Ik heb het licht eruit gedaan. Ik heb de verwarming even lekker wat warmer gezet. En ik ga nu maar douchen. Voordat ik ga douchen, heb ik nog een vraag aan jullie. Hebben jullie wel eens gehad dat jullie naar een parfumeriezaak zijn gegaan? Of Douglas of weet ik veel wat. Dat je daar een parfum hebt geroken. Dat je dacht van, ja man, dit wordt echt gewoon mijn nieuw parfum. Dat je echt heel happy bent en bla bla. En dat je dan thuis komt. Denkt, wat de fuck heb ik voor parfum gekocht en dat je hem daarna echt eigenlijk nooit meer wil gebruiken. Dat je hem gewoon gebruikt omdat je denkt van ja, ik heb ervoor betaald. Dat je hem eigenlijk dus helemaal niet zo lekker vindt. Heb je zo'n parfum? Let me know in de comments. Dan laat ik die van mij nu weten. Ik heb er trouwens een paar. Een van de parfums is deze. Juliette has a gun, not a parfum. Dit is echt de meest overrated parfum, vind ik. Vind ik, hè. Niet boos, want ik weet dat deze heel populair is. En dat is de reden dat ik hem heb gehaald. Omdat ik echt zoveel goede reviews had gezien. Dat ik hem gewoon maar heb gehaald. En ik spoot hem even op. En aan de winkel dacht ik, oh ja, ik snap allemaal waarom ze het allemaal zo lekker vinden. Maar echt, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Ik snap ook echt niet waarom ik hem lekker vond in de winkel. Want toen ik thuis kwam en hem opdeed, dacht ik, ik vond hem eigenlijk heel erg muffig ruiken. En dat vind ik echt zo goor. Dus ja, wanneer ik hem nu eigenlijk op, dus gewoon na het douchen, dan spreek ik hem gewoon op. En ik doe echt heel veel op, want ik hoop dat hij snel opgaat. En ja, ik doe hem eigenlijk verder buiten nooit op. Ik vind hem echt niet lekker daarvoor. Okay, en nu jullie, zet alle parfums in de comments die jullie nu echt gewoon niet lekker vinden. Het kan ook trouwens een parfum zijn die je dus vroeger heel erg lekker vond en waar je nu dus echt volledig op bent afgeknapt. En ik heb daar ook een voorbeeld van. En dat is Alien. Als ik nu Alien bij iemand ruik, vind ik het echt gewoon zo goor. Terwijl het vroeger een van mijn lievelingsparfums was destijds. So let me know.